Taalactief, thema 5, week 1, les 2. Deze les gaat over het voltooid deelwoord. We gaan kijken hoe we dit kunnen vinden en hoe we hem kunnen schrijven en welke regels erbij horen. We beginnen met een voorbeeld. Je ziet hier het hele werkwoord vertellen. In de tegenwoordige tijd is de ik-vorm hiervan ik vertel. Als je daarmee klaar bent, kun je zeggen, ik heb verteld. Vertel is dan geen persoonsvorm meer, maar wordt het voltooid deelwoord. Heb is in dit geval de nieuwe persoonsvorm. Ik heb verteld. Heb is de persoonsvorm, verteld is het voltooid deelwoord. Als we kijken naar het hele werkwoord lopen, dan is de ik-vorm ik loop. Als je klaar bent met lopen, kun je zeggen ik heb gelopen. De persoonsvorm loop wordt het voltooid deelwoord gelopen. Derde voorbeeld, het hele werkwoord gebruiken. De ik-vorm is ik gebruik. Als je daarmee klaar bent, maak je van gebruik als persoonsvorm het voltooid deelwoord. Dus wordt het ik heb gebruikt. Verteld, gelopen en gebruikt zijn voorbeelden van het voltooid deelwoord. Als je wil weten of iets een T of een D krijgt, gebruik je de regel van het kofschip, of eigenlijk het kofschip X. Wat doe je? Je haalt van het hele werkwoord EN af. Kijk dan goed naar de laatste letter. Die laatste letter is dat een van de letters van het kofschip X. Als dat zo is, dan is de verleden tijd de stam, dus het hele werkwoord min en, plus te of ten. Dat ligt er net aan of het enkelvoud of meervoud is. Het voltooid deelwoord eindigt dan op een t. Is het niet een letter uit het kofschip? Dan krijgt de verleden tijd D, E of D, E, N achter de stam. En ook het voltooid deelwoord eindigt dan op een D. Dit gaan we vandaag leren en hier gaan we mee aan de slag. Je leert hoe je van het hele werkwoord een voltooid deelwoord maakt. Het voltooid deelwoord van de meeste zelfde klankwoorden maak je zo. Ge, dan de stam van het woord, dan een D of een T. Kijk maar bij maken. Zijn vader heeft die kast gemaakt. Maak is in dit geval de stam van het hele werkwoord maken. Denk aan de dubbele A, anders staat er mak. Ge komt ervoor en een T komt erachter. Waarom die T? De K van maak zit in het kofschip. Volgende regel. Het voltooid deelwoord van veel andere klankwerkwoorden begint met ge en eindigt op en. Kijk maar bij zingen. Hij heeft uit volle borst gezongen. Ge en en aan de achterkant. Als een werkwoord begint met het voorvoegsel be, ge, ver, ont, her of er, krijgt het voltooid deelwoord geen extra
ge. Dus het hele werkwoord ontbijten. Zijn moeder heeft al ontbeten. Er staat al ont, dus het wordt niet geontbeten, bijvoorbeeld. Dus als deze voorvoegsels er staan, komt er geen ge voor. Bij de eerste oefening ga je proberen van de zin een zin te maken met een voltooideelwoord. Voorbeeldzin: de aarde beeft. Nou, de aarde beeft niet meer, dus je gaat van beeft een voltooid deelwoord maken. Net als het voorbeeld: de aarde heeft gebeefd. Vervolgens ga je kijken naar de tweede zin. Hij schrikt erg. Als je nu niet meer schrikt, maar wilt vertellen dat je dat net wel deed, kun je zeggen: hij is erg geschrokken. Dus het goede antwoord van zin 2 is: hij is erg geschrokken. De derde zin: de lava verschroeit de bomen. Zoals het er nu staat, is de lava op dit moment de bomen aan het verschroeien. De lava verschroeit de bomen. Als je wil vertellen dat dat gisteren is gebeurd, of dat de lava dat gedaan heeft, kun je zeggen: de lava heeft de bomen verschroeid. Verschroeid wordt dan het voltooid deelwoord en het eindigt op een D. Hoe kun je dat nog meer weten? Als ik er een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord van maak, dus de lava heeft de bomen verschroeid, dat zijn de verschroeide bomen. Hey, daar hoor ik duidelijk dat het een D is. Het is niet de verschroeide bomen. Het is duidelijk de verschroeide bomen. Dat betekent dat verschroeid in dit geval als voltooideelwoord ook een D krijgt. Als je deze alle twee hebt begrepen, mag je zometeen beginnen bij de tweester opdracht. Vond je het nog een beetje lastig of heb je het niet zo goed gemaakt? Dan begin je bij de éénster opdracht. We lopen de opdrachten even met elkaar door. Bij de éénster opdracht schrijf je het gezegde op. Dan onderstreep je het voltooid deelwoord. Maar let op, niet in elke zin staat een voltooid deelwoord. In de digitale versie, die jullie waarschijnlijk zo meteen gaan maken, krijg je een zin te zien met daarbij de vraag: wat is het voltooid deelwoord en wat is het gezegde? Per zin ga je dat beantwoorden. Bij de tweester opdracht is de vraag: wil je van de zin die er staat een zin maken met een voltooid deelwoord erin? Let op, een zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. Er is één voorbeeldzin gegeven, daar kijken we even naar. Ineens wordt het windstil. Wordt is in dit geval de persoonsvorm en daar gaan we een voltooid deelwoord van maken. Het voltooid deelwoord van wordt is geworden. De nieuwe zin is dus: ineens is het windstil geworden. Zo ga je dat bij de andere vijf zinnen proberen.
bij de derde opdracht. Schrijf jezelf een verhaaltje of verslag van een storm of een windhoos. Dat doe je in de voltooide tijd, dus je gebruikt voltooid deelwoorden. Gebruik in ieder geval de werkwoorden gebeuren, opsteken, blazen, fluiten, versterken, bedaren. En dan daar uiteraard de voltooid deelwoorden van. Dus je gaat kijken wat is het voltooid deelwoord van het werkwoord gebeuren. En die ga je verwerken in je verhaaltje. Heel veel succes ermee!